Nou, de belangrijkste claim van Piketty is dat de opbrengst op vermogen ontzettend hoog is. Veel hoger dan zeg maar, de stijging van lonen. Maar we weten ook dat in feite de opbrengst op vermogen ook heel erg onzeker is. Maar die onzekerheid, en dat is een beetje raar in het boek, die onzekerheid die is er totaal niet. Als je nu kijkt naar de ontwikkeling van vermogens in de loop der tijd, zeg dat we beginnen in de 18e eeuw, dat is wat Piketty ook doet, dan zie je dat daar de landadel heel belangrijk is, heel rijk, heel veel land waar ze hun inkomen uithaalden. Dat land werd bewerkt door boeren die arm waren en arm bleven, want ja, ze waren eenvoudigweg met te veel en konden dus nooit rijk worden. En dat was eigenlijk vrij constant in de 18e eeuw. Tot in de 19e eeuw, dan krijg je natuurlijk de industrialisatie die dan echt doorzet. En dan zie je dat eigenlijk nieuwe rijken opkomen. In Amerika bijvoorbeeld mensen zoals Rockefeller, Vanderbilt en Duke. Die met allerlei industriële projecten enorm veel geld verdienden. Dus hele grote rijken werden. Die rijkdom werd redelijk goed behouden, heel lang. Dat ging dus inderdaad door, zoals Piketty in feite ook door zijn hele boek zegt, van generatie op generatie. Maar je zag wel dat die rijken ook hun vermogen in allerlei fondsen stopten, trust funds. Dus je ziet dan in de loop der tijd dat die hele rijken toch hun vermogen toch langzaam en zeker van de familie aan het verwijderen zijn. In de 20e eeuw, laten we zeggen de laatste tijd, de laatste 30, 40 jaar, krijg je natuurlijk weer andere nieuwe rijken. Dan heb je de internetboom die enorm veel rijkdom brengt aan sommigen. Maar mijn gevoel is dat ook juist nu de laatste tijd die onzekerheid rond die hele hoge vermogens veel groter is, in ieder geval dan in de 18e eeuw en misschien ook wel dan in de 19e eeuw. En dat die vermogens omhoog, maar ook naar omlaag kunnen schieten. En dat zie je dus niet bij Piketty, daar vertelt hij helemaal niks over. Dus gemiddeld zullen de vermogens wel heel hoog blijven, ook nu. En misschien wel weer toenemen, want dat is eigenlijk een van de belangrijkste claims van Piketty. Dat die rijkdom van de mensen met vermogen alleen maar toeneemt. Maar zeg maar de samenstelling van de vermogens, de mensen die erachter zitten, die kunnen steeds anders zijn. En als dat zo is, dan hoef je eigenlijk ook niet zo heel erg bang te zijn waar Piketty bang voor is, dat er een soort oligarchie ontstaat in het Westen van allemaal rijke families die die zaak onder elkaar aan het bedisselen zijn. En dat kunnen ze dan ook, omdat ze natuurlijk zo ontzettend veel geld en dus enorm veel invloed hebben. Als dus die families steeds wisselen, steeds andere nieuwe rijken komen, dan hoef je daar tenminste niet zo heel erg bang voor te zijn. Maar de mensen daaronder, die dan niet zo supervermogend zijn, ja, die kunnen volgens mij nog steeds van de ene op de andere dag hun vermogen verliezen. En dat moet natuurlijk gebeurd zijn in de kredietcrisis. Daar moeten sommige mensen hun vermogen totaal verloren hebben, die helemaal verkeerd belegd hebben en dergelijke. Dat zie je dus niet bij Piketty, hè? Dus die ontwikkelingen die ontbreken. Nu wordt er weer gesproken over een hogere belasting op vermogen, terwijl juist in 2001 dan nog een verandering is geweest. Ja, in 2001 bij de nieuwe belastinghervorming in Nederland, het nieuwe belastingstelsel, toen is uitdrukkelijk gezegd, ja, we kunnen vermogen niet al te zwaar belasten, want dat gaat dan toch allemaal maar weg. Dus is er een heel laag tarief op vermogen gezet, 1,2%. Die zou je dus eigenlijk moeten verhogen als je inderdaad een wat rechtvaardige belasting wilt heffen. Maar het argument doet natuurlijk nog steeds opgeld dat als je dat gaat doen, dat dat vermogen dan wegtrekt. Dus je zou eigenlijk geen vermogensbelasting in Nederland moeten hebben, maar op zijn minst in Europa. En Piketty pleit zelfs voor een globale wereldvermogensbelasting. Nou, dat zegt hij ook zelf. Dat zal er voorlopig wel niet van komen. Maar zelfs een Europese belasting is totaal niet denkbaar op dit moment. En de Europese lidstaten die vechten elkaar de tent uit met hun belastingen om maar zoveel mogelijk vermogenden binnen hun eigen grenzen te halen. Dus ik ben eigenlijk bang dat die vermogensbelasting in Nederland, die wel nodig is en die ook hoger zou moeten zijn, dat die er niet kan komen omdat het in Europa gewoon niet goed geregeld kan worden.